Het is woensdag en dat betekent natuurlijk weer gehaktdag. Ik sta hier in de stad en ik sta hier voor de Febo. En we gaan daar eens proeven hoe de broodjes wel zijn. Ik had op een stel bij. Okay. Ze vinden die muur vinden ze zo leuk. Hè? Al die Chinezen zo bij die trekmuur zo. Oh, kijk hoe hard het is. Ik wil hem graag meenemen. Dan ga je niet meelopen. Dat is wel mooi in pakken voor je. Ja, dank je. Dus het is een ver lopen, dat heb ik wel mee. Net een attractie, hè? Ja, leuk. Ik wil graag pinnen. Ik binnen, de En mag ik een bonnetje ervan? Dankjewel. Werkster. Ja, dank je. Werkster? Ik? Hij is een werkster. Hij heeft het volgens mij door dat hij aan het filmen is. Hallo? We gaan maar een balletje proeven, hè? Nou, ik heb hier een broodjebal. Ja, het is een broodje. Ja, oké. Okay. En we gaan hem eens even uitpakken en we gaan hem even proeven. Ik leg weer even de microfoon neer. Laat ik de microfoon weer even erbij pakken. Dit is het broodje, jongens. Ik weet niet wat ik eigenlijk van moet vinden, jongens. We hebben er wel servetjes bij gekregen. Nou, dat is dan wel mooi. En ja, het is op een rond broodje. Is het. En ja, zoals je net al kon zien, een heleboel mayonaise. En lekker vet. Ja. Dat vind ik wat minder, dat het zo vet is. En ja, het zit niet op een puntje, het zit op een bolletje. Dus ja, ik vind het sowieso een beetje raar. Het is echt heel veel mayonaise. Ik ga even de mayonaise proeven. Nou, de mayonaise is daarentegen wel weer lekker. Maar ja, er zijn al een paar minpunten, hè. We gaan even het broodje proeven. Even weer mijn microfoon. Hè? Nou, broodje. Is wel vers, dat wel. Maar ja,
Het is een bolletje, het is geen puntje, jongens. En een broodje bouw in Den Haag met mayonaise hoort op een lekker wit puntje. Oké, nou, de mayonaise is tenminste wel goed. Het broodje is vers. Nou gaan we proberen om een stukje bal te proeven, maar... Die bal bestaat maar uit twee stukken. Hallo. Komt er weer iemand even voorbij. Ja, kan altijd gebeuren. Je zit ook midden in de stad, Edom. Dus ja, nou, we gaan proberen om een stukje bal te proeven. Zoals je ziet, een heleboel mayonaise zit erop. Maar ja, we gaan het even proeven. Nou. Ja. Ik weet niet precies wat er allemaal in zit, maar er zit een heleboel in. Ja, een beetje apart. Veel ui zit er doorheen. Lekker of het ook zelf gemaakt is. Ja. Het is een apart... Hoi. Een apart balletje. We nemen maar nog een proefje, want ja, ze moeten natuurlijk wel goed testen. Ja. Ja. Eigenlijk een soort spinazie of zo wat er doorheen zit. Weet ik niet. In ieder geval er zit iets doorheen wat ik niet kan thuisbrengen. Dus ja. Even een servetje erbij pakken, want dat is natuurlijk wel handig. Ik mag van die meneer niet met volle mond praten. Daar heb je wel gelijk in. Ja, daar heb ik schijt aan. Ik doe lekker wat ik zelf wil. Nou, ja. Ja, apart balletje. Wel lekker, dat wel. En, ja, ik zou zeggen jongens, we gaan gewoon naar het eindoordeel. Nou, uiteindelijk eindoordeel. En het eindoordeel is namelijk, het is een raar broodje. Het is namelijk op een bolletje. Wij zijn natuurlijk gewend op een wit puntje. En dat is al sowieso één minpuntje. We kregen ook geen vorkje erbij, dus ook weer een minpuntje. Wel lekkere mayonaise, maar te veel mayonaise. Dus ja, dat is ook weer een minpuntje. Ja jongens, in ieder geval, het balletje was daarentegen wel heel erg lekker. Die was gemengd met prei, dus zelfgemaakte ballen zijn dat. Alleen te veel jus zat erbij op het broodje. Dus ja, met combinatie van mayonaise krijg je gewoon één vettige hap. Het is natuurlijk ook een vettige hap, dat hoort ook eigenlijk zo te zijn. Maar niet te vettig, dat meteen dat je last krijgt van je nieren. En ja, ik zou zeggen, ja, we hebben alles benoemd. Ik zou zeggen, Mies, wat is het tussenklassement? Als je het tussenklassement wil gaan zeggen, dan moet je het ook helemaal zelf zeggen, Don. Dat is wel de regel. Het tussenklassement is nu 3 haringkonen met een 7, 2 het hapje met een 7,5 en 1 pieperpad met een 7,5. En op 13 stond vorige week de kombuis met een 2. Dank, Mies. En het is weer lekker, hè. Gaat weer goed. En het is namelijk zo, wat Mies al zei. Een heleboel mensen doen er al aan mee. En wat gaat mijn cijfer worden? Het is een apart broodje, apart balletje, te veel mayonaise, geen vorkje, wel weer servetje. Nou, al die punten bij elkaar ga ik eens even over nadenken. Hij krijgt een 5+. Dat krijgt hij. We gaan weer schuiven in het klassement voor deze week. Op 14 staat De Kombuis met een 2. Op 13 staat Jan Bab met een 3+. Op 12 staat De Eetsalon met een 4. Op 11 staat Patat en Nico met een 4,5. Op 10 staat Febo met een 5+. Op 9 staat Snacks Voorburg met een 5+. Op 8 staat Het Patathoekje met een 6. Op 7 staat Vishandel Okkenburg met een 6+. Op 6 staat Ruudje Snackbar ook met een 6+. En op 5 staat De Jong Snacks met een 7. Op 4 staat Tast Doe met een 7. En op 3 staat De Haringkoning met een 7. Op 2 staat Het Hapje met een 7,5. En nog steeds staat deze week op 1 Piet Patat met ook een 7,5. Dus Piet Patat en Het Hapje hebben samen een gedeelde plek met een 7,5. Terug naar jou, Don, en een fijne week.
Nou, dat is dus eigenlijk nu het klassement. Bedankt weer, Mis, voor deze week. En ik zou zeggen, mensen, kijk de volgende week weer. Dan is er weer een nieuw broodje bal.